Ja, hier op dit veld, het veld van Alcides 1, moet de wedstrijd plaats gaan vinden. De risicowedstrijd tussen de jeugdteams van Ajax B1 en Feyenoord B1. Eerder is de wedstrijd gecanceld in Katwijk en op Koude, omdat er misschien relletjes plaats zouden vinden. Dan gaan we volgende week met elkaar definitief bekijken of dat in Meppel kan. Ja, waar hangt dat vanaf? Dat hangt uiteraard af van hoe de verenigingen de zaak georganiseerd hebben. En daar neem ik volgende week kennis van. En dan bespreken we met elkaar of aan alle voorwaarden voor zo'n wedstrijd is voldaan. Ah, dat wordt een fantastische dag. Het is 4-4. Het zijn elftallen, het zijn zeventallen. Het G-voetbal is aanwezig. Er zullen ongetwijfeld ook dames, meisjesteams aanwezig zijn. En vanaf de F's. En het is de districtsfinale. En dat is fantastisch. Als het over voetballen gaat, kan zo'n wedstrijd doorgaan. Tuurlijk kan dat doorgaan, maar daar hebben we het volgens mij ook helemaal niet over. We hebben het over de zaken die dan wellicht niet met voetbal te maken hebben. En dat speelt niet alleen bij zo'n wedstrijd, maar dat speelt ook bij andere hoofdklassewedstrijden. Ook daar kijken we natuurlijk gewoon naar de veiligheid en de omgeving. Hoe blij bent u met die wedstrijd? Ja, heel blij. Wij vinden dat heel leuk. Ja, dat is, is fantastisch. Zaterdag 4 juni is het zover, de landelijke jeugddag hier in Meppel. Met als het goed is, zonder relletjes, ook de landelijke finale tussen Feyenoord B1 en Ajax B1.